Dat is altijd zo'n dingetje, jongens. Als je bij première is, als er dan dresscodes zijn of zo. Ik ben daar zo slecht in. Hoe wil je mij eruit zien? Hou je kop. Een hele fijne, goede, frisse, niet brakke morgen. Het is momenteel 00:30, jongens, en ik werd pas om 11:30 wakker. Ik heb lekker een koffietje gepakt en ik ga nu editen. Maar ik dacht, het is wel eventjes lekker om een beetje bij te slapen, want zoals jullie weten heb ik een druk weekend gehad. En ik heb weinig geslapen, dus ik dacht, ik ga eventjes mijn slaap inhalen. Ik ga eventjes editen en daarna ga ik richting Haarlem, want dan ga ik sporten bij Hidde. En daarna ga ik waarschijnlijk even langs mijn moeder, misschien nog langs Ella. En vanavond ga ik waarschijnlijk met Niek naar een soort van comedy show. En het is een soort van spel, want er moeten... Cabaretiers moeten elkaar aan het lachen maken. En degene die als laatste overblijft, die wint dan volgens mij 50.000 euro of zo. Het is wel echt heel grappig. Dus dat gaan we waarschijnlijk vanavond doen, jongens. Dus het wordt weer een fantastisch leuke dag. Nou ja, ik zeg wel weer, maar de vorige twee vlogs waren niet heel denderend, aangezien ik best wel brak was. Dus sorry daarvoor. Maar vandaag gaan we er weer een leuke video van maken, jongens. En morgen ga ik natuurlijk op wintersport, jongens. En daar heb ik zoveel zin in. Dat wordt echt... Dat wordt ook wat, jongens. Ach. Ik ga zo richting Haarlem om te sporten, maar ik moet wel even wat lekkers eten. Dus ik ga even lekker een eitje voor mezelf bakken. Chef Vincent gaat aan de slag. Wat? Heb je al een ei? Ik heb ei. Die is op. Mooi shot. Wat gezellig hier. Wat is dit, een date? Ja, dat is onze eerste date. Maar ik ben sociaal gestoord, dus ik vind het moeilijk. Ik ga liever op mijn beeldscherm kijken. Snap ik. En jij? Wat is jouw probleem? Eten. Mm. Nou. Dan gaan we ook maar een eitje makken. Eitje bakken, eitje makken. Kijk eens eventjes, wat een wereldcreatie. Lekker eitje met kaas en kipfilet. Wel lekker dat ik nu weer ga sporten, jongens. Want het weekend was niet bepaald gezond of zo. Ik heb niet heel erg op mijn eten gelet. Ik heb natuurlijk veel alcohol gedronken. En dat is ook niet goed voor je. Dus ik ga lekker gymmen. Hey! Volgens mij ga ik niet met Hidde trainen, maar met Jermo. En Jermo die is ook, ik train heel vaak met Jermo. Je kent hem waarschijnlijk wel. Hij is ook een paar keer in de vlog geweest. Maar die is nu een opleiding aan het doen als personal trainer. Dus ik ga gewoon lekker met hem trainen. Want Hidde die gaat vanmiddag naar Vrienden van Amstel. En Niek was er laatst ook. Maar het lijkt me ook denk ik wel leuk om een keer daarheen te gaan. Maar ik weet niet tot wanneer het is. Volgens mij is het eind januari. Of ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar het lijkt me wel leuk om daar een keer heen te gaan misschien. Maar goed, we zijn bijna in Haarlem. En dan gaan we eventjes lekker trainen, jongens. Ik heb er zin in. Even wakker worden, jongens. Nou, het was wel een goede save. Ik ben gewoon weer op tijd. Dus eerst even een koffietje drinken. Ik ben gewoon weer op tijd. Ben je niet fantastisch trots op mij? En je gaat zelfs nog koffie voor me zetten ook. Ja. Ik weet eigenlijk niet echt wat mij overkomt. Ik heb dit weekend me niet gedragen... gezond, zeg maar. Ik heb me niet gezond gedragen. Ja. Maar vandaag ga ik er weer tegenaan. Oké. En morgen? Morgen ook. Morgen ga ik naar wintersport. Oh, jongens, dat wordt zo leuk ook. Het is een mooi apparaatje. Ja, dat is goed, hè? Ja. Wat een pareltje. Wat een pareltje. Dit is een beetje de koffieprut van de ochtendjes wat over is. Neem een slokje dan. Als jij vandaag niet goed je best doet, ga je hem appen. Oké. Okay. Zo, dat zou echt niet lekker zijn, hè? Dat is echt narig, hè? Dat moet je echt niet willen. Yeah. Hi, goedemiddag. Goeiedag, jij bent de personal trainer. Ja, goed hè? Jeetje. Lekker hè? Ja, vind ik wel lekker. Nou, wat ik al zei, Jer gaat mij vandaag trainen. Het wordt vandaag een fantastische training. Ik ga mijn koffietje opdrinken en dan gaan we beginnen. Daar kom ik. Ik ben ook weer terug. Wat voor afval. Oh, dat was hem weer. Lekker getraind. Was een goede training. Maar ik ga eventjes een koffietje drinken met mijn pa op de zaak. Even lekker koffietje. Ik doe altijd maar 3 koffies op een dag, zeg maar niet meer. Want koffie is niet goed voor je, je krijgt geen tanden van. En te veel cafeïne is natuurlijk niet goed. Dus 3 koffietjes per dag, dat is genoeg. Daar zijn we. Mijn pa heeft zulke lekkere koffie. Het is altijd echt gewoon lekker om hier te komen, dat je weet dat je gewoon een lekker koffietje krijgt. Koffie! Nou, kom maar dan. Een lekkere cappuccino, jongens. Wat een weer, jongens, vandaag. Ik heb echt het gevoel dat het hier in Nederland nu al sinds oud en nieuw, dat het nu al alleen maar slecht weer is geweest. Volgens mij is het 2 dagen, was het opeens een beetje zonnig. Maar voor de rest alleen maar smerig weer, jongens. Ja, januari. Nou, jongens, dit is top. Niek die belt me net en die zegt, Finn, er is trouwens vanavond wel een dresscode. Terwijl ik er over 3 uur al moet zijn.
En het is dus feestelijk met een touch of blue. Maar ik heb geen idee wat ik aan moet trekken. Ik ga zo even in de kast kijken, maar eerst moet ik even wat editen. Oké, de outfit moet dus feestelijk zijn met een touch of blue. Even kijken. Ja, kijk, ik heb deze jas, maar dit is niet echt... Dit is denk ik niet echt feestelijk. Ja, of ik moet hier een blouseje onder doen. Ik heb deze jas dus echt nooit aan, maar ik vind hem dus eigenlijk best wel dik. Alleen het is wel gewoon een jas die... het is best wel een schreeuwjas, zeg maar. Hij valt best wel op. Ik vind hem wel dik. Alleen, dit is niet echt feestelijk. Ik heb laatst dus een pak gekocht van Genty. Ja, alleen dit is ook niet feestelijk. Ja, of ik moet iets blauws... Heb ik een blauwe blouse? Heb ik een blauwe blouse? Nee, ik heb geen blauwe blouse, maar ik heb wel een witte blouse. Die moet ik sowieso eronder aan doen. Ja, of zou ik het pak aandoen met die witte blouse? Maar wat is dan een touch of blue? Dat is altijd zo'n dingetje, jongens. Als je bij première is, als er dan dresscodes zijn of zo. Ik ben daar zo slecht in. En heel vaak is het ook gewoon zo'n dresscode dat je spullen moet hebben die je niet hebt. Zoals inderdaad een touch of blue. Ik heb alleen maar bijvoorbeeld een trui of inderdaad zo'n jas in het blauw, maar niet iets feestelijks in blauw. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Je bent gewoon aan het koken. Nee, maar Danique maakt het wel zo af hoor. Ja? Oh, jij bent... We zijn gewoon voorbereidingen aan het doen. Dat is voorbereidend werk. Maar dat hoort er ook bij. Willem die zei van, Danique die gaat pasta carbonara maken. En ik kom hier in de woonkamer in en ik zie opeens Wim chef spelen. Ja, dat is gekke werk. Nee, dat is gekke werk. Oh. Lekker hoor. Dit is er geworden en het is tijd om weg te gaan. Ik had nog een hele blauwe jas die jullie net zagen, alleen die is gewoon te overdreven. Dit is gewoon perfect, prima, geen touch of blue, fuck it. Wat een weer. Wat een lekker weertje. Je ziet er ook goed uit. Ik heb een kleurrijk feestelijk pak aangedaan. Hè? Huh? Ik voel me net een clowntje. Ja, ik ben heel zakelijk. Maar jij bent helemaal niet zakelijk. Nee, ik ben totaal niet zakelijk. Dan moet je meer gaan kleden naar wie je bent. Nou ja, ik dacht ik ga een beetje wat chiquer. Ja, bij gebrek aan beter. Leuk. Nou, we zijn er. Wat? Leuk. Ja, dus je weet niet eens waar je bent eigenlijk. Nee. Je hebt totaal niet ingelezen. Ik weet eigenlijk niet eens waar het over gaat. Is het een Nederlands programma? Ja, volgens mij wel. Je hebt dus alle bekende comedians van Nederland. Die gaan... Waar zit Touch of Blue? Wat? Touch of Blue. Waar zit Touch of Blue? Ik heb zo'n geen Touch of Blue. Oh. Jij zit met een blauwe scooter? Oh ja. Ik heb ook geen Touch of Blue. En jij een sokken aan van scooters? Fuck it. Maar ga even mijn jas pakken, want ik was zwak. Het werkt niet. Ja, hier gebeurt niks bij jou, bij deze spiegel. We zitten, jongens, moet je eens even kijken. Heerlijk. Allemaal je eigen tafeltje, zo leuke lampjes erbij. Hey. Saïti zit tegenover volgens mij. Ik weet niet of dat zeg maar heel slim is. Hou je. Hier, dan ga je al. Ik zeg echt net, misschien is het niet zo slim dat Saïti hiervoor zit ook. Hou je rustig, hè? Leuk dat je hier bent. Ja, stichting doe maar bent. Ga naar het ziekenhuis. Laat je testen. En niet alleen op je gezonde. Ze heeft een beugel, hè? Ja, nou, ik ben dus eigenlijk heel erg gevallen. Zo'n leuk verhaal. Oh. Ja. Oh. Heel gek. Heel gek. Hou je kop. Maar we zitten er, ik ben zeker. Het gaat 2 uur en dan ben je dan weer lekker helemaal uit naar het zien van het programma. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is trouwens Patrick Martens. Ik heb het eer gekregen om jullie allemaal van harte welkom te heten hier. Oké, je mag dus blijkbaar niet lachen en anders gaat je lampje uit. Maar we spelen niet. Ik ga meteen lachen, dan ben ik er maar van klaar. Oké, iedereen heeft zeg maar zo'n lampje. Ja, dat is natuurlijk jammer, maar we spelen. En als je lacht, gaat hij uit. De eeuwige groep. Het uit. Ja, joh. Dan weet je. Oh, zo jongens, dat was hem. Het was wel echt een heel grappig programma, want iedereen moest elkaar laten lachen, maar er zaten soms gasten tussen, jongens. Kijk, ik vind Sluipschutter dus echt een topprogramma. En die acteur die daarin speelt, Bas, hij is dus ook cabaretier. En ik ben helemaal stuk om weggegaan. Maar goed, ik ga er wel gelijk vandoor. Het is momenteel 9:45. En ik moet nog allemaal wassen en mijn koffer inpakken en al dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga maar even gewoon snel naar huis. En ik moet morgen vroeg op, want ik moet editen voordat ik naar Schiphol ga. We vliegen morgen om 2:30, maar we moeten ook onze bagage inchecken. En ik weet niet of het druk is op Schiphol, ik denk het niet. Dus ik denk dat we daar rond 1:30 of zo moeten zijn. Maar wat ik zeg? Hoi.
Dus ik ga lekker naar huis en ik ga lekker even mijn koffer inpakken en me klaarmaken voor morgen. Gisteren in Rotterdam stond ik van 7 uur 's avonds tot, wat is het, 3, 4 uur 's middags. En het was €32 en hier in Amsterdam voor 2 uur en 10 minuten komt hij. Stop parkeren. €16 jongens. Wat een verschil. Holy shit. Amsterdam is echt lijp met parkeren. Zo, we zijn weer thuis. Oh, wacht. Nee, dat doe ik morgen wel. Ik wilde trouwens zeggen, ik heb mijn skischoenen en mijn skihelm natuurlijk. Die liggen allemaal in de auto. Maar ik denk dat ik morgen ga inpakken en vanavond gewoon ga editen. Want ik moet ook nog dingetjes wassen en zo. Dus ik kan moeilijk inpakken dan. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Maar ik ga nu de vlog afsluiten, want ik ga editen. Want morgen heb ik weer een hele leuke dag. Want wij gaan op wintersport, jongens. Ik zie jullie morgen. Doei!